Er moeten onder andere een hoop bestellingen verstuurd worden. Ik had een nieuwe editor, maar die stopte er al mee voordat hij ermee begonnen was. Moest een persoonlijk voorwerp meenemen. Dat wordt gewoon een oploskoffiebeker. Maar het komt erop neer dat ik dit boek heb gelezen. Echt ondernemen. Welkom, Charlotte. Dankjewel. Ja. Nou, dan ga ik ook uit. Mag ik hem uitpakken? Ja, zeker. Ja, anders weet je niet wat erin zit. Nee, precies. Maar verdacht geloof ik dat mijn wombat een kattenspeeltje was. Zit er niet meer aan haal. Het is donderdagmiddag en het is eigenlijk alweer 2 weken geleden dat ik voor het laatst gevlogd heb. Afgelopen vrijdag kwam mijn laatste weekvlog online. Maar dat wordt een maandvlog, maar ik moet zeggen dat ik daardoor meteen, want ik had een nieuwe editor, maar die stopte er al mee voordat hij ermee begonnen was. En toen dacht ik, nou misschien stop ik er dan wel helemaal mee. Toen kreeg ik opeens verschillende mensen die zeiden, nee, maar ik wil wel die maandvlog voor je doen. En ook allemaal mensen die dat er dan bij gingen doen, weet je wel. En ik dacht, maar als je het er alleen maar bij doet, dan... Ja, dat wringt voor mijn gevoel toch een beetje. Want dat is juist waar het nu steeds misging. Maar goed, er is een mastermind geweest. Toen dacht ik dus nog, ik ga dan wel even vloggen. Morgen ga ik naar de podcast van Advertising Heroes. En ik vergeet altijd hoe ik zijn naam uit moest spreken. Volgens mij is het Jacarino. Wordt live uitgezonden. En wordt dan opgenomen en dan kunnen we het als podcast luisteren. Dus ik ben daar ook wel super benieuwd naar. Ik moest een persoonlijk voorwerp meenemen. Dat wordt gewoon een oploskoffiebeker. Ik bedoel, luister, ik drink koffie. Alles draait bij mij om oploskoffie. Lijkt me goed, toch? Dus ik heb jullie even opgeladen. En dan ga ik jullie lekker meenemen naar Huissen. Takken en draaien wel. Ik ben heel blij dat mijn mama gaat brengen. Die eigenlijk door zijn rug gegaan afgelopen zondag. Maar het gaat nu weer beter. Zij zegt dat het weer kan. Dus ik ga denk ik volgende week. Dat is mijn laatste week voor deze maand. Eigenlijk pas wat meer updates geven over bijvoorbeeld kantoor. Want de gevel is geverfd. En ik heb een lichtbak tweedehands gekocht. En daar heb ik eindelijk een plaat voor besteld die erin zit. Maar die zet ik dus nu eigenlijk niet aan. Want ja, het is vooral donker leuk. Maar goed, het wordt winter. Dus dat komt goed. Plantjes water geven. En dan snel lekker naar huis. En morgen naar Huissen. Het is aflevering 112, 112 alweer van de Advertising Heroes podcast. Wat is Advertising Heroes? We maken hele gave social media campagnes. Maar het komt erop neer dat ik dit boek heb gelezen. Echt ondernemen. En ze zit tegenover mij. Welkom, Charlotte. Dankjewel. Ja, echt ondernemer. Maar bij jou, Charlotte, wie ben je? En op dat moment zegt Charlotte... Ik ben Charlotte Meinders, maar jurist voor ondernemers. En ik voorkom dat ondernemers onbewust op hun bek gaan. Nou, dat is een hele korte. En dan hebben we nog even tijd. Precies. Dan mag ik hem ook even toelichten. Want hoezo dan voorkomen dat ze op hun bek gaan? Het gaat er eigenlijk om dat heel veel mensen helemaal niet weten hoe dingen nou werken. Of wat daar nou de problemen mee zijn, et cetera. En ik zorg ervoor dat als mensen risico's nemen, dat ze die dan tenminste gecalculeerd nemen. Dat ze weten dat het een risico is. En dat ze dus een bewuste keuze maken. En dat als ze op hun bek gaan, dat ze dat dan dus ook bewust hebben gedaan in die zin. Of het risico bewust hebben genomen. Ja. Dat dat kon gebeuren. Of ik help ze het echt voorkomen, omdat ze denken, ja wacht even, maar dit wil ik niet. Nee. Persoonlijks meenemen. Ja, nou, dit is hem. En het is meteen ook een cadeautje voor jou. Ah, wat leuk! Nou, dan ga ik ook uit. Mag ik hem uitpakken? Ja, zeker. Ja, anders weet je niet wat erin zit. Nee, precies. Oh, en ik hou van mokken trouwens. Ik heb vandaag ook weer een mok besteld. Dus wat wist jij gewoon? Nee, dat wist ik niet. Oh, maar... oh, wat leuk! De oploskoffie. Oh, nou, die ga ik heel vaak uitdrinken. En volgens mij, net als bij koffiebonen, ben je gebrand op kwaliteit.
Ja, nou toch? Zeker. Ja. Ja, ja, absoluut. Dat is helemaal goed. Ja. Nee, dank je. Ik vond het super leuk. Ben ik wat vergeten? Nee, volgens mij niet. En voor zover we wat vergeten zijn, dan staat het in het boek. Ja, toch kunnen mensen lekker lezen. Zo, nou, super tof de week afgesloten bij Jacarino Vrijdag. Podcast, videopodcast, duurde een uur, want dat is een format. Maar we hadden uren door kunnen praten, werkelijk. Hij is bezig met een boek over podcasting. Dus we hebben eigenlijk afgesproken dat als dat boek er is, hij dan bij mij in de podcast gaat komen. We hebben trouwens ook echt nog anderhalf uur nagepraat. Alleen, nou ja, dat is niet opgenomen. Maar goed, weekend geweest, nu weer aan de slag. Er moeten onder andere een hoop bestellingen verstuurd worden. Dus laten we dat eerst maar even doen. Gaan we verder wandelen? Ga mee, Tommy. Ga mee wandelen? Gaan we wandelen? Zo jongens, zaterdag moest mijn man werken. Dus dan hebben Tommy en ik hem lekker naar zijn werk gebracht. En op de terugweg zijn we bij Blossom gaan koffie drinken en een beetje werken. Laptopje open. Was trouwens heerlijk. Maar waar ik aan moest denken is, volgens mij heette Blossom helemaal in het begin. Ik denk ook Blooming of zo. Maar ik kan daar dus niks online meer over terugvinden. Er was een merkrechtelijk, handelsnaamrechtelijk issue. Is volgens mij ook waarom de tent van Gordon Blushing heet. Die had het geloof ik ook Blooming moeten heten eigenlijk. En heeft dat toen dus ook veranderd. Volgens mij vanwege hetzelfde. Maar ik kan het niet terugvinden. Dus dat vind ik wel een beetje jammer. Maar goed. Inmiddels is eigenlijk de maand september alweer voorbij. En het is nu maandag. En ik ga zo meteen een... hoe heet dat? Een soort Q&A doen voor die Event Planner Academy. Oh, Harf. Dit is geen kattenspeeltje. Harf, je dacht geloof ik dat mijn wombat ding is. Een kattenspeeltje was. Dus dat ging niet meer aan de haal. Maar voor de Event Planner Academy een soort Q&A over privacy en voornamelijk online events. Harf, je staat in mijn beeld. Ik heb er al eens een keer met Samira een podcast over opgenomen voor de gewone events. Maar nu doen we dat voor de Academy, specifiek over de live event. Dus toch een blijvertje, hè? Dus daar gaan we zo meteen maar eens in. En dan ben ik heel benieuwd hoe erg Harvey zo meteen in beeld gaat blijven lopen. Waarom? Ja, van de gram. Precies, social. Ik weet in ieder geval dat ik je al heel erg lang volg en dat we heel erg lang al heel af en toe contact hebben. Precies. De kater is er ook bij.
Zo mensen, nou dat was het. Lekker veel kater in de weg. Dus ik zit helemaal onder de kattenharen ook. Maar het was een leuke expert sessie voor de Event Planner Academy. Ja, en het is 4 oktober. Dus als ik een maandvlog wil maken die over kalendermaanden gaat, dan ben ik eigenlijk al 4 dagen te laat met deze vlog afsluiten. Dus dank voor het kijken. Vergeet je vooral niet te abonneren en even op het duimpje omhoog te klikken. Of 2 keer op het duimpje omlaag. En volgende maand zie ik jou weer voor een nieuwe vlog. Maar elke dinsdag blijft er natuurlijk gewoon een juridisch inhoudelijke video komen. Dus ik zie je ook heel graag daar weer. En volg me anders vooral op alle socials. Bye bye.